In verband met de Internationale Dag van de Vrouw op 8 maart brengen we u een serie items waarin we Surinaamse vrouwen met diverse achtergronden belichten. De tweede vrouw op de lijst is de veelzijdige multi-inzetbare socioloog Dr. Julia Terborg. De Dag van de Vrouw werd in het leven geroepen in 1910 op de Internationale Vrouwenconferentie in Kopenhagen, waaraan 100 mannen en vrouwen uit 17 landen deelnamen. De aanleiding was de massale staking in 1908 in de VS van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie. Ze protesteerden tegen een 8-urige werkdag en eisten betere arbeidsomstandigheden en kiesrecht. Volgens Terborg hebben vrouwen hard gewerkt om te komen waar ze nu zijn. Het is een hele belangrijke dag. En eigenlijk vooral als je eraan denkt van hoeveel strijd er is geleverd om te komen tot deze dag. Kijk, vrouwen hebben eigenlijk altijd strijd geleverd. Maar die erkenning is op een bepaald moment wereldwijd gekomen. En eigenlijk is een van de mijlpalen geweest het uitroepen van het internationaal decennium voor vrouwen. Dat is het decennium dat is uitgeroepen door de Verenigde Naties voor de periode 1975 tot 1985. Toen is eigenlijk afgesproken dat, weet je, in die 10 jaar tijd er extra aandacht zou gaan naar ontwikkeling van vrouwen vooral. We zijn nu 2021. Dus eigenlijk zijn we 45, 46 jaar verder. En ja, het is niet over rozen gegaan. Het zijn pieken en dalen geweest. Maar optellen, aftrekken is het resultaat uiteindelijk wel ontwikkeling. Er is wel meer ontwikkeling gekomen voor vrouwen. Meer aandacht voor vrouwen, ook op die, zeg maar, internationale agenda. Maar ook gewoon overheden zijn veel meer betrokken geraakt. In die zin dat er ook gewoon grote internationale verdragen, belangrijke internationale verdragen zijn gesloten. Tot zover socioloog Julia Terborg. We spraken haar in het kader van de Dag van de Vrouw op 8 maart. In 1911 werd Vrouwendag internationaal voor het eerst gevierd. Aanvankelijk werd deze dag op verschillende data gevierd en pas in 1922 werd 8 maart gekozen als vaste datum.